Op televisie heeft iemand met een hartinfarct altijd pijn in zijn linkerarm. Maar dat is alleen maar op televisie. Want in het echt heeft iemand met een hartinfarct juist altijd pijn in beide armen. Als iemand komt met pijn op de borst en hij heeft uitslag naar de linkerarm, dan denken wij, oh, dat is televisiehartinfarct. Waarom is een vuilnisman belangrijker voor je gezondheid dan een dokter? De Universiteit van Nederland presenteert internist professor Dr. Marcel Levy. Weet u de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland te noemen? De top 2? Hart- en vaatziekten hoor ik veel mensen zeggen. En kanker. En ik wilde het eigenlijk met u hebben op dit moment over hart- en vaatziekten. Want daar gebeurt toch wel heel erg veel. Want hart- en vaatziekten is decennia lang in Nederland, in de westerse wereld, de belangrijkste killer geweest. Veruit de meeste mensen gingen dood aan hart- en vaatziekten. Vooral hartinfarct en herseninfarct. En dat is nu toch wel heel erg aan het veranderen. Want de sterfte aan hartinfarct en gelukkig ook aan herseninfarct is aan het kelderen. Is gehalveerd in de laatste jaren. En het is toch wel aardig om eens na te gaan hoe dat nou precies komt. Nou, meneer Kotter, enorm goed dat u hier bij wilt zijn. En iets wilt vertellen over wat u overkomen is. Nog helemaal niet zo lang geleden. Nee, 8-9 weken geleden. Ja. 8-9 weken geleden, dus het ligt nog vers in het geheugen. Misschien kunt u ons vertellen, wat gebeurde er? Wanneer merkt u voor het eerst dat er iets met u aan de hand was? Nou, eigenlijk heb ik een week of 4 voordat ik wist dat ik een hartinfarct had, ben ik bij de huisarts geweest omdat ik wat chronische bronchitis had en steeds moest hoesten. Had ik dat een paar jaar geleden ook een keer gehad, dus ik dacht dat wordt weer chronisch en ik wilde gaan skiën. 2 weken daarna, dus ik heb een antibioticumkuur gekregen. En, hielp dat? Ja, dat ging ietsje beter, maar dat hoesten bleef zo af en toe over en dan zo'n lekkere stevige hoest. Dus daarmee naar de wintersport. En toen ging het helemaal mis, hè, kort daarna? Nou, 2 weken daarna was ik lekker aan het sporten. Ik heb al 3 kwartier heerlijk gefietst en ik was juist weer fit. En dat was zo fijn, want dat was ik al 6 weken niet. Dus dat ging hartstikke goed. En vervolgens ging ik nog even roeien in de sportschool. En na 7 minuten kreeg ik ontzettend pijn weer in mijn armen. Want die pijn in die schouders weer terug. Ja. In het begin denk je dat ligt aan het roeien, want je linkt aan zijn link te trekken. Maar even later was het toch wel duidelijk dat het meer was. Toen bent u toch met spoed naar het ziekenhuis gegaan. Ik sla even een heel klein stukje over. En hoe ging het daar? Hoe waren de eerste momenten in het ziekenhuis? Ja, in mijn beeld was het binnen een paar minuten werd mij gewoon gemeld: meneer, u heeft een hartinfarct. Oké. En toen? Nou, dat was wel even schrikken. Ik geloof dat toen dat me gemeld werd, dat ongeveer het bed al begonnen te draaien van we gaan naar de lift, we gaan naar de dokterkamer. Oké. Dus u wordt verteld, u heeft een hartinfarct. En nog voordat je goed en wel die informatie eventjes tot u door heeft kunnen dringen, wordt het bed al van de rem gehaald en word je naar een dokterkamer gereden. Ja. Oké. Nou, daar bent u dus uiteindelijk behandeld. En gelukkig is dat goed afgelopen. Misschien goed om nog even een kleine reflectie te geven op uw verhaal, want u vertelt iets heel interessants. U vertelt namelijk dat u pijn op de borst had en dat die pijn uitstraalde naar beide armen en beide schouders. Ja. En toen dachten de mensen die zich daar op dat moment mee bezig hielden, dan kan het niet het hart zijn. Want immers, op televisie heeft iemand met een hartinfarct altijd pijn in zijn linkerarm. Ja. Maar dat is alleen maar op televisie. Want in het echt heeft iemand met een hartinfarct juist altijd pijn in beide armen. En juist niet alleen in het linkerarm. Sterker nog, als iemand komt met pijn op de borst en hij heeft uitslag naar de linkerarm, dan denken wij, oh, dat is televisiehartinfarct. Dus daar hoeven we ons geen druk over te maken. Dus het is eigenlijk precies andersom. Zo zie je hoe je in de war kan worden gemaakt. En zeker bij een man die kennelijk sportief is, zoals u. En die denkt, nou, het zal wel van mijn bed komen, het zal wel van het skiën komen, het zal wel van mijn longen komen, een beetje bronchitis. Zit je dus heel snel op het verkeerde been. Goed, hartinfarct. Wat is hartinfarct? Dat ga ik toch proberen uit te leggen aan de hand van mijn kleine vriend hier. Dit wordt even een experiment. Ik haal hier een long weg, de linkerlong. En u ziet dan al een beetje het hart hier doorschemeren. Nou, voor het gemak ook maar even de rechterlong weghalen. Wat enorm opvalt, nu we het toch over links-rechts hebben, is: zit het hart links of zit het hart rechts? Links. Maar bij deze meneer zit hij toch echt in het midden. Het hart zit in het midden, hè? En alleen het puntje wijst een heel klein beetje naar links.
Dus niet denken dat je hart links zit. Hart zit hartstikke in het midden. Oké, daar gaan we het verder niet over hebben. Dit is het hart. En dit kunt u denk ik achterin zeker niet zien, maar voorin wel. U ziet hier van die rode streepjes over het hart lopen. Dat zijn de bloedvaten van het hart zelf. Het hart is een pomp, die pompt je bloed door je lichaam heen. Helemaal niet een ingewikkeld orgaan. Het is ook nog hol een keertje. Het is hartstikke dom. Het kan niks anders doen dan alleen maar pompen. Het is ook ongelooflijk dat je zo lang moet studeren om cardioloog te worden. Want het is echt best een heel eenvoudig orgaan. En u ziet, maar dat hart moet zelf natuurlijk ook wel van bloed, van energie voorzien worden. En dat doen dus deze vaten die op de oppervlakte van het hart lopen. De kransvaten heet dat in het Nederlands. In het Latijn coronairvaten. Maar kransvaten is prima. En wat gebeurt er bij hartinfarct? Dan zit er dus een verstopping in een van die kransvaten. En dan krijgt dus het stukje hart, wat door dat betreffende vat van bloed wordt voorzien, ja, dat krijgt geen bloed. En dat sterft af. Infarct. Hartinfarct. Dus dat betekent dat dat stukje hart niet meedoet. Waarom is dat erg? Nou, omdat als dat maar lang genoeg duurt, dan wordt zo'n stukje wat niet van bloed voorzien wordt en wat afsterft, wordt groot. Dus dan krijg je echt een pompprobleem. Het hart kan minder goed pompen, omdat er een stukje uitgevallen is. Ja, dat is natuurlijk toch een ernstige situatie. En het tweede wat er kan gebeuren is, doordat er een stukje doodgaat, kan de elektriciteit niet meer heel goed door het hart lopen. Het hart heeft zo zijn eigen elektriciteitsvoorziening om dat hart synchroon te laten kloppen. En dan kan je dus hartritmestoornissen krijgen. Dat zijn eigenlijk de twee grote problemen. De truc is dus om zo snel mogelijk dat vat weer open te krijgen. En dat is dotteren. En dat is de reden dat je tegen iemand niet alleen moet zeggen dat hij een hartinfarct heeft, wat natuurlijk een boodschap is die wel eventjes aankomt bij iemand. Die denkt, mijn hemel, wat gebeurt me nu? Maar dat je dan eigenlijk geen seconde eroverheen wil laten gaan en zo snel mogelijk dat vat weer open wilt krijgen. En dat gebeurt met een dotterbehandeling. Misschien goed om daar even iets over te vertellen. Hoe gaat een dotterbehandeling? Er wordt een kathetertje, een buisje ingebracht via de bloedvaten in het hart. En die gaat dan via de lichaamsslagader helemaal hier naar het hele beginnetje van de aorta, van de lichaamsslagader. En dat is ook de plek waar die kransvaten zeg maar van bloed voorzien worden. Dus dat geeft je eigenlijk een toegang tot de kransvaten. En wat u misschien slecht kunt zien hier, dat hele dunne lijntje hier, je kan er met een nog dunner kathetertje, kan je in die kransvaten gaan kijken. Spuit je een heel klein beetje contrastmiddel in, maak je een foto en dan zie je precies of er een verstopping is en zo ja, waar die zit. Nou, dat ziet u bijvoorbeeld hier. Ziet, het is echt niet ingewikkeld. Hier is contrast ingespoten en u ziet toch echt wel dat er een vernauwing in dit vat zit. Bijna complete stop. En dat is precies wat de cardioloog ziet als hij een hartkatheterisatie doet bij iemand met een hartinfarct. En niet alleen kan je dat zichtbaar maken, je kan er dan ook gelijk wat aan doen. Want wat kun je doen? Je kan dan via een klein ijzerdraadje in dat vat, kan je een niet opgeblazen ballonnetje door dat vernauwde, dat bijna helemaal dichtzittende vat duwen. Dan blaas je die ballon op en daarmee druk je dus die vernauwing naar de zijkanten. En tegenwoordig kan het nog eleganter, want dan kan je zelfs met een heel klein steentje zorgen dat dat vat doorgankelijk blijft. En dan is het eindresultaat is heel erg mooi. Dan zie je dus dat dat vat wat eerst bijna dicht zat, ja, dat is weer doorgankelijk. Nou, dat is wat u, welke behandeling ook bij u gedaan is. En nou, dat is een tamelijk indrukwekkende behandeling in een halfduistere kamer met heel veel apparatuur en personeel en mannen in groene pakken. Ja. En dus ik weet niet of u zich dat nog helemaal tot het laatste jaar kan herinneren, maar wat gebeurde er met uw klachten tijdens die dotterbehandeling? Nou, op het moment dat ze dat ballonnetje erin blazen, dat vertellen ze je niet, maar dat heb je op een bepaald moment erg door. Dan zit je vat even helemaal dicht, hè? Dan gaat het dus helemaal dicht en dan gaat het ontzettend veel pijn doen. Oké. Okay. En als ze hem dan daarna juist weer openzetten, dan vindt je lichaam dat ook nog niet echt fijn in het begin. Nee, je moet even wennen. Dan moet het even wennen. En dus dat merk je heel erg. Ja. Oké. Okay. En daarna? Daarna voel je in zoverre beter dat die pijn op de borst weg is. Oké. Okay. Maar je bent wel heel moe bijvoorbeeld. Ja, dus daarmee vat u heel kort samen wat er allemaal in dat hart zich afspeelt op dat moment. Het vat is weer doorgankelijk. De pijn gaat weg. Maar er is natuurlijk wel wat gebeurd in dat hart. En dat hart heeft, om het maar eventjes simpel te zeggen, wel een opdonder gehad. Dus dat heeft ook nog wel eventjes tijd nodig om daarvan ja, bij te komen. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is indrukwekkend. Heeft u enig idee als iemand tegenwoordig naar het ziekenhuis wordt gebracht met een hartinfarct en deze behandeling krijgt, en dat gebeurt dan allemaal heel snel, er zit een hele strakke organisatie achter,
hoe groot de kans dan is in Nederland dat je aan een hartinfarct komt te overlijden? Wild guess. Wat zegt u? 1 promiel. Wow. Dan gaan er nog maar heel weinig mensen dood in Nederland, denk ik. Het is in ieder geval, laat ik met u meevoelen, heel laag. 1% ongeveer. Maar dat was voordat de dotterbehandeling werd ingevoerd en andere manieren, je kan ook met medicijnen iets minder effectief dat vat openkrijgen, dat was 20%. Dus dat is wel heel belangrijk. Dus dat betekent dat je eigenlijk met zo'n behandeling en zo'n organisatie de sterfte aan hartinfarct naar beneden krijgt. En kijk eens wat dat betekent voor de sterfte aan hart- en vaatziekten in Nederland. Moeten we nou eens even kijken, dit is sterfte aan hart- en vaatziekten en de andere killer, kanker. En u ziet dat zowel bij mannen als bij vrouwen, dat dat bijna gehalveerd is in de laatste 20, 30 jaar. Vrij indrukwekkend. Als je kijkt naar kanker, valt een heel klein beetje tegen. Dat wil zeggen, bij mannen daalt het kankerrisico, het risico om aan kanker te overlijden nog wel een beetje. Dat is vooral omdat mannen toch minder zijn gaan roken dan vroeger. Bij vrouwen zie je nog heel erg weinig. Maar hart- en vaatziekte is indrukwekkend. Is dat nou allemaal nieuwe techniek en dotteren en medicijnen? Voor een belangrijk deel wel. Maar er is ook iets anders. Hart- en vaatziekten zijn, anders dan veel vormen van kanker, eigenlijk prima zelf te beïnvloeden. Er zijn risicofactoren waarmee je de kans op hart- en vaatziekten kan doen toenemen. Of aan de andere kant, als je die risicofactoren niet hebt, kan doen afnemen. En dat zijn hele simpele dingen. Roken, cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht en suikerziekte. Het past op de vingers van 1 hand. Dus als jij bij je huisarts af en toe, hoeft helemaal niet vaak, je cholesterol laat controleren en je bloeddruk. Je let op je gewicht. Je hebt geen suikerziekte. En je rookt niet. Dan is de kans op hart- en vaatziektes langzamerhand wel heel erg klein geworden. En dat heeft dus helemaal niks met medische techniek te maken, maar dan zitten we plotseling in een hele andere hoek en dat is preventie. Preventie is natuurlijk al jarenlang heel erg belangrijk en vandaar ook de titel van dit mini-college. We weten al van de jaren na de Tweede Wereldoorlog, toen er nieuwe geneesmiddelen voor tuberculose kwamen, dat dat weliswaar heel effectief was om tuberculose te elimineren. Maar als je heel goed kijkt, was tuberculose al voordat de nieuwe medicijnen er waren op zijn retour. En hoe kwam dat? Door waterleiding, riolering, betere hygiëne, gewoon hele simpele dingen. Door dat soort zaken zijn een heleboel infectieziekten geëlimineerd. En dat heeft heel weinig te maken met vaccinatie of antibiotica. Dat heeft gewoon te maken met omstandigheden. En datzelfde geldt voor hart- en vaatziekten. Dat is iets wat door medische techniek natuurlijk enorm effectief te behandelen is tegenwoordig. Maar de grote klapper komt echt van preventie. Van het voorkomen dat je die ziekte überhaupt krijgt. Nou, dat wordt heel mooi geïllustreerd aan het verhaal van meneer Kotter. Ik zou toch nog eventjes van u willen weten hoe het nu met u gaat. Een paar weken nadat dit allemaal gebeurd is. Nou ja, van een paar honderd meter wandelen kan ik nu 25 kilometer fietsen zonder een probleem. En dat is nog niet in het tempo van een half jaar geleden. Maar u bent aardig op de terugweg. Terugweg, ja. Oké, dus dat is eigenlijk heel erg goed. En het vooruitzicht is gelukkig ook heel erg goed. En dat heeft wel weer te maken met betere medicijnen, betere controle en ja, betere mogelijkheden mocht dit probleem zich toch weer optreden. En bent u er ook een beetje van, nou, zal ik maar zeggen, bijgekomen van alles wat u gebeurd is? Want dat zal ook niet heel gering zijn. Zo heb je niks en zo heb je iets met een grote naam. Ja, nou, dat je bent er, je kan er inderdaad erg van schrikken. Dat heb ik dus ook gedaan. En dat beïnvloedt je zeker eventjes op de korte termijn. Okay. En gelukkig gaat dat ook erg goed weer. Ja. Oké. Okay. Nou, heel hartelijk dank dat u uw verhaal heeft willen doen. U ziet, er is gewoon best heel erg veel mogelijk in de geneeskunde. Dat heeft dus ook zelfs effect op het overlijden. Maar dat betekent niet dat daarmee alle problemen uit de wereld zijn. Maar dat is het onderwerp van het volgende verhaal.